er zijn allerlei fantastische details in de Franse Revolutie natuurlijk. En dat geldt ook voor, omdat Napoleon natuurlijk zo'n tot de verbeelding sprekende figuur was. Die, maar ja, Napoleon heeft in feite toch Europa op een andere koers gezet in allerlei opzichten. Denk ook aan het feit over de verovering van Spanje door Napoleon, die overigens tot een gruwelijke langdurige guerrilla-oorlog heeft geleid op het Spaanse Schiereiland. Maar natuurlijk alle Spaanse koloniën in Zuid-Amerika zijn daar en als gevolg daarvan zelfstandiger geworden. Als mensen nou vragen hebben over dit onderwerp, kunnen ze die altijd stellen natuurlijk. Ja, die kunnen ze altijd stellen of ik ze ook altijd kan beantwoorden. Ik ben bepaald geen specialist op het punt van de Franse geschiedenis. Het interessante is dat eigenlijk, want je weet, zo kwam ik er ook wel een beetje op. We hebben natuurlijk de 200-jarige verjaardag gehad van de Franse Revolutie in 1989. Toen was, Mitterrand was president van Frankrijk en dat was ook gedecreteerd. Daar moest flink feest gevierd worden. Maar het is eigenlijk niet een groot feest geworden. Ook omdat men het eigenlijk ook bij die gelegenheid en tot op de dag van vandaag niet eens kan worden over of we het positief of negatief moeten zien. Is nou de Franse Revolutie eigenlijk een soort idioot, ja, gewelddadige evenement geworden, gesmoord in bloed bij die halfgaarde guillotine-machine? Of is het tenslotte toch een zaak die positief gewaardeerd moet worden? En hoe moet je aankijken tegen de verschillende bevolkingsgroepen en hun rol in de revolutie? Want je moet je wel realiseren natuurlijk dat uiteindelijk de elite, zowel Danton als Robespierre, waren relatief deftige mensen. Niet de absolute top, maar wel relatief deftige en geschoolde mensen. Wat is hun rol geweest? Hoe moet je die sans-culotte beoordelen? Moet je dat positief zien? Of zijn het gewoon rellerige lui die je in elke stad hebt? Hè, die wij ook met het oud en nieuw. Dan zie je bij het oud en nieuw zie je elk jaar het relmoment eigenlijk. Om er iets te gebeuren en ze lopen te hoop. De winkels worden geplunderd, de boel wordt in de fik gestoken. Denk aan de Verenigde Staten op dit punt. Ja, dus ook wie zijn de actoren die ertoe hebben gedaan en hoe zit de relatie in elkaar tussen adel, de Parijse bevolking, de bevolking van Frankrijk als geheel. Omdat Frankrijk natuurlijk ook in allerlei opzichten een allegaatje was waar je zou, in grote stukken van Frankrijk zou je met Parijs-Frans niet verstaan zijn. Pas veel later eigenlijk, nou ja, er is zo'n boek dat heet Peasants into Frenchmen, van meneer Weber. Nou ja, dat gaat eigenlijk over de late 19e eeuw en de vroege 20e eeuw. Wanneer wordt een land, wanneer voelen mensen zich ook deel van de natie? Dat komt vast natuurlijk met moderne media, moderne transportmethoden. Kijk, dat is natuurlijk heel lang, zeker in Frankrijk, tot ver in de 19e eeuw. Als je in een dorp woonde, ergens in het midden van Frankrijk, ja, wist je veel. Je kwam ook helemaal niet in Parijs, er was geen sprake van. Als je naar Parijs ging, dan wist je dat je aan een ander bestaan begon, dat wel. Nou, er zijn natuurlijk in Nederland maar heel weinig mensen die nooit in Amsterdam zijn geweest, neem ik aan. Of in Den Haag. Er zijn veel mensen die nooit op het Binnenhof zijn geweest, vaak, maar wel eens af. Ik denk wel, ja. Ja? Ik denk wel. Die kunnen reageren, ja. Als je iemand kent. Maar daar moeten we natuurlijk zeggen, ja, tegenwoordig heb je de tv. Dus je bent ook in de Kamer geweest en je hebt in het torentje van de Rutte gekeken. Ga je daar toch vaak naartoe? Als het gaat over democratie, dan wordt er zo'n excuus gepland naar precies. De Tweede Kamer. Daar huist onze democratie. Maar onze democratie huist daar natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Die huist in het feit dat we met enige regelmaat onze stem mogen uitbrengen. Dat we dat altijd op een verstandige manier doen, dat zou ik niet willen bevestigen, maar het gaat erom dat het kan. Ja. En dat is natuurlijk altijd het dilemma waarvoor je staat als je denkt, wat zijn die kiezers toch ongelooflijk stom, dat het alternatief is dictatuur. Ja.
Toen hoorde ik nog iemand anders, Rens Raammakers volgens mij van D66, die ook de Kamer verlaat. Die schijnt hele leuke rondleidingen te geven voor scholen. Dat zei Joost Vullings volgens mij ergens in een andere podcast. Oh, dan is het wel jammer dat die vertrekt. Ja, ja goed, die hebben er natuurlijk voor gezien. Maar dat is, geeft dus aan dus dat die Kamerleden dus ook vaak, als je ze dus niet op tv ziet, dat ze dus rondleidingen geven. Maar nog even over die vraag of de Franse revolutie nou goed of slecht is. Hè? Wat is jouw eigen afweging? Goed, maar... Ja, het is een heel, heel complexe balans. Maar uiteindelijk zou ik zeggen, op de zeer lange termijn vooral, moet je de gevolgen van de Franse revolutie, die moet je denk ik toch als positief zien. Een nieuwsgierig aagje is het, hè? Ja. Ja, de luisteraars kunnen daar natuurlijk niet van meegenieten, maar... Op de motorkap van de auto is een prachtige kat verschenen met oranje ogen, die al zo geboeid is geraakt door mijn betoog over de Franse revolutie, dat hij nu probeert naar binnen te klimmen. Hoe heet deze kat? Dat weet ik niet. Oké. Je kunt hem vragen, ze heeft gele ogen eigenlijk, niet oranje, maar gele ogen. Dit is niet de ene kat die hier al eerder heeft gezeten, toch? Jawel, het is altijd het nieuwsgierige aagje. Die toen ook hier binnen zat. Dit is die kat die had zichzelf in laten sluiten in een woning waar de mensen met vakantie waren gegaan. Ja. Maar door de straat-app is die toen toch bevrijd geraakt. Ja, precies, in de groeps-app was er inderdaad sprake van. Oké. Ja, ik zou zeggen, ik denk toch, ik denk er uiteindelijk positief over. Ik geef toe, ja, die immense gewelddadigheid. Je maakt door revoluties, maak je een soort energie los en die moet er dan uit. Het is ook heel lastig om het halverwege te stoppen. Nou ja, je zou kunnen zeggen dat de Amerikaanse revolutie natuurlijk, die is in een redelijk stadium eigenlijk tot stilstand gekomen. Ja. Maar ja, daar zijn natuurlijk wel, is er wel die onafhankelijkheidsoorlog voor nodig geweest. Ja, precies. We hebben nog eventjes wat andere vragen van Oppenheimer, die film. Ja. Over de ontdekker van de atoombom. Ja, nou zeg jij ook weer de ontdekker van de atoombom. Ja, dat hoor je in al die promotjes. Ja, een ontzettende kletskoek van de ergst denkbare soort. Zelfs de kwaliteitskrant had een kopje... De vader van de atoombom. Helemaal niet. Het atoombomproject is een gigantisch project waarbij honderdduizenden mensen betrokken waren. Wat allerlei verschillende leiders had. Of je nou Leslie Groves neemt of desnoods de minister van Defensie. Het Oppenheimer was de leider van de wetenschappers die in Los Alamos zaten. En hij was zelf een briljante wetenschapper en door zijn briljantie en levendigheid heeft hij daar op voortreffelijke wijze leiding aan gegeven. Maar hij is niet de vader van de atoombom. Dat zijn hoogstens al die lui bij elkaar. En bovendien dat er een atoombom mogelijk was, dat was alle natuurkundigen al lang duidelijk vanaf dat allereerste moment dat een atoom gesplitst was. Simpelweg omdat daar een soort van restenergie bij vrijkomt die van gigantische afmeting is. Maar vader van de atoombom, dat is toch... Ja, ik vind dat hoogst bedenkelijk. Okay, maar dat is dus... Of de ontdekker van de atoombom of de uitvinder van de atoombom. Nee, de atoombom was al lang en breed uitgevonden, als je het zo wil definiëren. Dus dat is toch het probleem ook. Die film is dan gebaseerd op die uitgebreide Oppenheimer-biografie, die overigens volgens mij al een jaar of 10, 15 oud is. Hè? Maar je hebt wel eens het gevoel dat eigenlijk in de moderne samenleving, het is pas wat als er een film over gemaakt wordt. Hè? Er werden ook in Amerika begrepen kaartjes verkocht, dus zowel voor Oppenheimer samen met die roze film. De Barbie film, ja. Dat liep hartstikke lekker, de combi-ticket. Dat is wel een hele wonderlijke zaak natuurlijk. Maar historisch gezien dus onjuist wat er wordt geopperd. Ook in de kranten en de artikelen over de film. Overal waar je leest de vader van de atoombom, de ontdekker van de atoombom, dat is de grootst mogelijke kletskoek. Dan heb je echt helemaal niets begrepen van het complexe, langdurige en zeer omvangrijke proces wat leidt tot de twee eerste atoombommen. Hmm. Alleen al natuurlijk het proces waarmee je verrijkt uranium moet produceren, want anders werkt het niet, of plutonium.
Ja, want tenslotte hebben ze twee heel verschillende bommen gebouwd. Een uraniumbom en een plutoniumbom. Die allebei prima bleken te werken trouwens. Ja, ja, dus dat, ik betreur het dat zoiets dan in de greep raakt van... Ja, van die kletskoekmachine, om het maar even zo te zeggen. Ja, heb je daar toch nog heel uitgebreid in verdiept in die atoombom? Zeker, ik heb er nog een boekje over geschreven. Ja. Eigenlijk zoals gewoonlijk, omdat ik zelf wilde weten hoe het zat. En wat is je daarvan bijgebleven? Wat ik nu in heel korte paar enkele zinnen heb vermeld. Dus meer namelijk, ervaren, meer ontdekkers. Op het moment dat in Duitsland de eerste splitsing van een atoom had plaatsgevonden. Alle natuurkundigen zeiden, nou ja, dat heeft verstrekkende gevolgen. Ze hebben allemaal gezegd, dan is er ook een bom mogelijk. Maar ja, ze begrepen ook allemaal wat daarvoor nodig was. Overigens, de eerste min of meer juiste handleiding over hoe zo'n bom eruit zou moeten zien. En aan wat voor eisen het hele productieproces zou moeten voldoen. Is eigenlijk door twee, volgens mij, Duitse natuurkundigen in Engeland op papier gezet. En dat als je nou toch iemand, dan zou je die twee vaders, zou je dan maar moeten benoemen. Omdat natuurkundigen allemaal prima begrepen wat er aan de hand was en wat je zou moeten doen om een bom te bouwen. Hmm. Die alleen gebouwd is, zoals we weten, omdat ze bang waren dat de Duitsers er ook in zouden bouwen, terwijl... Het is in Duitsland, ze hebben nog een soort proefreactortje gebouwd en zelfs dat is nooit geactiveerd. Duitsers, als zodra Speer de baas wordt van het productieapparaat, met de dood van Fritz Todt, dan zegt Speer dat is volkomen zinloos. We kunnen het wel, maar dat gaat jaren duren. En dat is het bijzondere van de Verenigde Staten natuurlijk, dat ze een gigantische hoeveelheid geld tegenaan hebben gegooid. De tragiek van Oppenheimer is dat, laten we zeggen, het dorpse Amerika het altijd weer aanstekelijke, stomzinnige, achterlijke Amerika, we hebben het ook met Joe McCarthy al besproken, in feite meedogenloos met hem afgerekend heeft, omdat hij gelijk had, gewaarschuwd had dat de waterstofbom een totaal nutteloos ding zou zijn, gewaarschuwd heeft tegen die idiote nucleaire wapenwetloop die er gevolgd is. Het is, nou ja, het stempje weer zo wanhopig eigenlijk. Amerika is een land met een, in allerlei opzichten, dat het ding in no time ontwikkeld is, kon alleen in Amerika. En tegelijkertijd is Amerika altijd weer de fontein van stomzinnigheid waar je denkt, hoe is het dan toch mogelijk dat een politiek systeem zo'n dorpse achterlijkheid genereert. Kwaadaardige gewelddadigheid ook. Nou, wat heeft de ontwikkeling van de atomen voor de geschiedenis betekend en ook voor de stappen op dit moment? Nou, niet bijster veel natuurlijk, omdat hij nooit... hij is twee keer in vijandschap gebruikt, namelijk op 6 en 9 augustus 1945. En daarna nooit meer gebruikt, omdat eigenlijk iedereen langzaam tot de conclusie is gekomen... Dat Oppenheimer gelijk had en dat het eigenlijk een onbruikbaar wapen was in allerlei opzichten. Vooral als je ooit de foto's hebt gezien van Nagasaki en Hiroshima. Oh, ik moet even dat ding aan. Uit het niets gaat het dan weer regenen, hè? Dus, ja. Kijk, nu is het ook weer droog. Nu kun je het doen. Sorry. Het is nooit gebruikt en ik ben ervan overtuigd dat het ook, dat nog wel eens even, ja, kijk, gekkigheid, dat als bijvoorbeeld het zou kunnen zijn dat nucleaire wapens in de handen van terroristen vallen, dan is alles mogelijk in principe. Maar zolang dat niet zo is, zolang die zaken ook een beetje behoorlijk bewaakt worden, denk ik niet dat het ooit gebruikt zal worden. Want hoeveel atoombommen zijn er nu in de wereld? Nou, kijk, aan het eind van de Koude Oorlog hadden ze samen, Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, 60.000 nucleaire wapens. Maar daar waren ook slagveldwapens bij. Ook zo'n volkomen krankjorm idee dat je over een afstand van enkele honderden meters een nucleair wapen zou gebruiken. Maar goed, zo was het. En wat we natuurlijk vaak vergeten is dat Frankrijk en Engeland en China... en Israël ook nucleaire mogendheden zijn. En daar schuilt misschien al met al het grootste risico in Pakistan. Ja, een volstrekt instabiele staat.
Weliswaar zal het leger daar, wat daar eigenlijk altijd zo'n beetje de baas is, hopelijk enig toezicht op houden. Maar het blijft natuurlijk toch een instabiele situatie. Ja. En Poetin, die dreigt altijd mee. Heeft nu weer gezegd, kijk, het is het enige waar hij ons mee kan bedreigen. Dat zijn die nucleaire wapens. Dus dat doet hij voortdurend. Ja, die ook weer, hè? Als ze weer naar Wit-Rusland verplaatst. Ja, maar kinderachtig toe. Ja, joh. Ja, die man heeft natuurlijk, ik neem toch aan, ondertussen verschrikkelijke spijt van een daad van ingrijpende stomzinnigheid. Waarvan ik toch denk dat het hem op den duur de kop zal kosten. Persoonlijk gezien, dus dat hij afgezet wordt of zo? Ja, ik kan me niet voorstellen. Gesteld dat hij niet binnen 10 jaar doodgaat, dan lijkt mij toch dat het... Maar goed, dat, laat ik mij ten aanzien van de voorspelling over Poetin, laat ik mij daarvan onthouden. Misschien kunnen we het nog even hebben over de slimste dan. Kunnen we het wel even over hebben. Maar ja, Rusland is toch een tragisch land. Je moet toch verschrikkelijke meelijden hebben met Rusland, dat altijd weer ontspoort. Waar kennelijk toch een soort van substraat van ellende en dictatoriale gewelddadigheid leeft of aanwezig is. Dat vind ik ook altijd bij die mensen die dan iets weten van Rusland. Zijn zulke aardige mensen en leuke contacten. Leg me nou eens uit waarom het daar altijd weer fout gaat. Hè? Dat we eerst hebben dat gruwelijke bolsjewisme gehad natuurlijk. Dat is uiteindelijk van zichzelf. Is het door zijn eigen incompetentie in elkaar gestort. Toen was er een tijdelijk moment. Misschien een gebrekkige, maar toch een soort van moment van democratisch ontwaken en God beter het. In no time hebben ze weer een politiestaat uit de grond getrokken met alle gevolgen van dien. Hoe komt dat? De Amerikanen hadden in ieder geval gezegd dat Wagner niet meer meevecht in Oekraïne. Nee, die blijkt in Wit-Rusland te zitten. Ja, Prigozhin bedoel je dan? Oh, die. Ja, goed. Dit ging over de Wagner-groep dat niet meer mee zou vechten. Nou ja, kijk, dan moet, omdat die, natuurlijk die Wagner-groep elders nog posities van betekenis inneemt. Zal daar niet meteen mee afgerekend worden. Maar andere, dat las ik net in de krant, allerlei andere critici, met name ook critici, die vinden dat de oorlog nog veel meer, veel gewelddadiger gevoerd zou moeten worden, die zijn opgepakt. Ja. En de Telegraaf had ook een kop boven een artikel waar stond van, wat nou als Wagner een aanslag pleegt op Pools grondgebied? Moet de NAVO dan ingrijpen? Ja, dat lijkt me wel. Dat spreekt voor zich, toch? Polen is lid van de NATO. NATO, artikel 5 zegt dat als een land wordt aangevallen, dat het in feite de hele NATO wordt aangevallen. Maar ja, als Wagner dat doet, ga je dan ook, hou je Poetin daar dan verantwoordelijk voor? Nee, daar hou je Wagner de verantwoordelijkheid voor. En dat komt ervan als een land allerlei privélegertjes toestaat. Maar hoe pak je die dan aan? Nou, door ze met de grond gelijk te maken, lijkt mij. Dat zal niet zo'n verschrikkelijke kunst zijn. Dan moet je wel doorpakken. Maar die worden natuurlijk beschermd door Poetin. Ja, dat kan hij wel zeggen. Maar dan zou in dit geval zou dan de NATO alle recht hebben om door te pakken, zou ik zeggen. Ja, ja. Daarom denk ik ook helemaal niet dat hij iets verschrikkelijks in Polen gaat doen. Daar geloof ik niks van. Nee. Hey, het nieuwe seizoen van De Slimste. Ik las ergens het kritische commentaar van, ja, het ontbreekt hem toch wel een beetje aan echte A-sterren die meedoen. Ik heb de hele lijst eerlijk gezegd niet gezien, dus ik kan het niet beoordelen. Nee, echte A-sterren willen niet meedoen. Die zijn doodsbang dat ze afgaan. Dus als ze al de ambitie hebben om eens mee te doen, dan gaan ze in Vlaanderen meedoen. Want als je daar afgaat, is het niet zo erg. Dat dringt vaak niet door tot Nederland. Bovendien zijn natuurlijk, stel je ervoor dat er weer echte A-sterren. Hebben wij behoefte bij De Slimste mensen aan de zoon van André Hazes? Nee, toch? Sterker nog, we zouden ons zorgen maken als die... Nee, het aardige is juist dat je de C- en D-sterren door ons tot B- of soms zelfs A-sterren worden. Rob Kems. Rob Kems. Hè? Angela de Jong, wat dacht je ervan? Niemand ooit van gehoord. Hè? Is dat zo? Ja, zeker. Die is door jullie groot gemaakt. Ja, natuurlijk. Wie dacht je anders dat we gedaan hadden? Ze schreef stukjes in het AD... En nu zij de toplady of de talkshows. De talkshow aanzetten, paf, daar zit Angela weer. Ja, ja. Nee, dus ik vind het juist zo aardig.
dat wij van mensen die het leuk doen, die krijgen een enorme boost van deelname aan de slimste mens. Politici schuiven ook af en toe aan. Ja, we hebben ooit Zegers gehad. Die deed heel leuk om alle aardes te beschaven. Dijkhoff heeft gewonnen. Ja. Ja. En vorig jaar die waaruit al blijkt dat het een hele verstandige man is. Het had mij ook, zou mij ook enorm verbaasd hebben als hij bereid was geweest om Rutte op te volgen. Hij kijkt wel uit. Hij weet wat hij achter steekt. Hè? En daar gaat hij geen leiding aan geven, dat kan ik je zo vertellen. Nee, en jullie hadden ook iemand van de VVD vorig jaar, die dame, met Poolse Hoes. Oh ja, wie was dat ja, dan? Ja, die blonde dame, ik weet haar naam nooit. Maar die zit ook op, die niet bij de VVD, op veiligheid. En, het zijn er 60 per jaar voor mij. Ja. En we zijn nu aan het 11e seizoen bezig, dus reken maar uit. En het overgrote deel vergeet ik ook weer. Ja. Hey, en de uitzendtijden, dat is misschien nog goed voor mensen die het leuk vinden om te volgen, is iedere keer van NPO 1 weer, hè, na het 8 uur journaal. En nu vrijdag ook erbij. Dus zoals... Ja, we hebben de vrijdag weer teruggekregen. Die was ons eerst ontnomen zonder ook maar enige vorm van overleg. Mag ik nog eens aandacht vragen voor een wonderlijke totale gebrek aan transparantie over het besluitvormingsproces in Hilversum. Het blijft toch een beetje raar dat niemand daar in feite verantwoordelijk is of althans democratisch tot verantwoording kan worden geroepen. En ze kunnen maar doen wat ze zin in hebben. Ja, misschien komt er nu verandering in, nu Frans Klein, de grote baas video van de NPO, weggaat. Zag ik ook op teletext. Mogelijk naar Talpa gaat. Hij wil dat onderzoek niet afwachten, hij wil weer aan het werk. Dat onderzoek rondom de wereld draait door en zijn rol daarin. Zou dat nog steeds lopen dan? Ja, daar zijn ze nog steeds onderzoek naar aan het doen. En al die tijd zit hij op non-actief en hij wil natuurlijk lekker aan de slag. Dus schijnbaar gaat hij bij Talpa wat doen. Oh, ja, waar else zou ik zeggen. Ja. Je moet ergens heen in die tv-wereld. Ja. En er is nog een ander nieuwtje. Dat vragen ook mensen ons. Van, vind je het nou positief dat Jinek na 4 jaar commerciële tv weer naar de publieke omroep gaat? Want dat was deze week ook in het nieuws. Ja, nou wat ik mij opviel is eigenlijk hoe positief zij bejegend werd. Terwijl als ik nou als historicus tegen de situatie aankijk, dan zou ik zeggen, zij is een paar jaar geleden, nou wat is het, 3 of 4 jaar geleden, is zij voor mega bedrag naar de commerciële vertrokken. Ik vond dat buitengewoon onverstandig, eerlijk gezegd. Heb ik toen ook gezegd, als ik het me goed herinner. Ja. En ik kan niet anders te concluderen dat het daar gewoon mislukt is. En dat natuurlijk ook de RTL waarschijnlijk niet voor hetzelfde bedrag er nog eens een keer 4 jaar mee door wou. Absoluut niet. Het is eigenlijk toch nogal verrafeld. Ik geloof dat het aan het eind weer een soort herstel was. Maar er kwam dat VI er met vakantie was. Oh, VI met vakantie. Nou ja, dan weet je het al hoe het in Nederland... Dus ja, ik dacht... ze keert eigenlijk met hangende pootjes terug naar de publieke zenders. Waar ze naar mijn idee, ook gezien haar profiel, nooit had moeten vertrekken. Want wat vind je haar profiel? Nou, beter dan wat ze bij RTL kon doen, waar je voortdurend gekoppeld wordt aan dat hele RTL-bedrijf van sterren en sterretjes natuurlijk. En muzieknummers en programma's. Ja, precies. Daar kun je geen serieuze talkshow mee maken, toch? Nee, het was heel licht, wil je eigenlijk zeggen. Ja. Ja, misschien ook dat ze daarom nu de wens heeft om iets cultureels te doen. Ja. Want daar zeg je met zoveel woorden mee dat wat ze in die 3 jaar daar gedaan heeft weinig cultureel was. Nee. En journalistiek, vind jij journalistiek gezien een van de betere van Nederland? Nou, dat zou ik niet kunnen zeggen. Ja. Een talkshow host is in principe niet kan een goede journalist zijn. Jeroen maar... Pauw bijvoorbeeld, wat toch een journalist is, bij RTL Nieuws begonnen volgens mij. Nee, Jeroen Pauw is gewoon een mediabaasje. Jeroen Pauw is een succesvolle tv-ondernemer. Ja, inmiddels, maar hij was toen altijd wel journalist, toch? Nee, ik zie een Pauw helemaal geen journalist. Oh. Tom-Jan Mees, dat is een journalist. Ja, die valt me nu in gedachten, maar je hebt meer van dat soort van lui. Een journalist schrijft gewoon grote stukken. Ja. Die zit niet te lullen met André Hazes, die schrijft grote stukken. Matthijs van Nieuwkerk vond je ook geen journalist? Ja, die is hoofdredacteur van Parool geweest. En die ook journalist. Niet zo verschrikkelijk lang, dus kennelijk was die een... Ik
denk ook bij Matthijs van Nieuwkerk is ook niet een man van de diepte in als journalist. Is gewoon een handige ritselaar. Hij heeft dat waarschijnlijk lollig. Ja, Parool is natuurlijk al een miljoen jaar lang een stervende krant. Dus dat heeft hij dan ook redelijk gedaan. Maar ik zou van mijn leven niet zeggen dat Matthijs van Nieuwkerk een grote journalist is. Nee. Een journalist schrijft lange stukken. Caroline de Gruyter, dat is een journalist. Ja. Tom-Jan Meijers, dat is een journalist. Ja. En die kijken wel lekker link uit om toch zo host te worden. Ik vond Tom-Jan Meijers wel altijd heel goed ook bij De Wereld Draait Door. Die ja, zeker. Ja. En had hij zijn verlegenheid had overwonnen, heeft hij het geweldig gedaan. Ja. En ze zeggen nu dat Jinek naar dat oude De Wereld Draait Door tijdslot toe wil. Hè? Dat ze daar met Avro Tros een soort ik gun er het allerbeste. Nogmaals, ik vond het raar dat niet simpelweg gesignaleerd werd dat haar overstap naar de commerciële mislukking is geworden. Ja. Kijk, dat zij zelf heel beschaafd afscheid nam, dat ze veel geleerd had, met veel plezier had gewerkt, dat vond ik hartstikke verstandig. Maar feitelijk moet je zeggen, is het een doodlopende weg gebleken voor haar. Ja. Lies Brandhoff heeft een vraag over een artikel van Caroline de Gruyter. Ik las twee artikelen in jouw kwaliteitskrant Maarten van 22 juli. Waar ik niet vrolijk van werd en graag je reactie op zou horen. Het betreft een artikel van Caroline de Gruyter met de titel Is een radicaal rechts Europa nu ineens mogelijk? Dat is waar we het eerder over hebben gehad. Ja, dat stond vandaag in de krant, volgens mij. Daar ontstond een analyse over het asielbeleid met de titel VVD zoekt toenadering tot PVV. Mogelijk met gedoogsteun. Ik hoop dat je wilt reageren. Nou, dat heb je inmiddels gedaan. Ja, dat hebben we uitgebreid uit de doeken gedaan. Ja. Dat een machtspolitiek ingestoken strategie van de VVD is. Ja. Dan hebben we, en dat is ook altijd leuk, iemand die wat inspreekt. Even kijken wie dit is. Freek. Freek die heeft een berichtje ingesproken. Even naar luisteren. Als ik hem af kan spelen. Beste Maarten. Al enige tijd drink ik geen kraanwater meer, maar water van de supermarkt. In dit geval Bar Le Duc. Nou zag ik reeds online dat er vrij weinig verschil zit tussen die twee wateren. Zelfs dat het vrijwel hetzelfde is. Dat kraanwater in Utrecht hetzelfde is als Bar Le Duc. Nou, was mijn vraag, drinkt u toevallig water uit de kraan of haalt u het ook in de supermarkt? En is dat wel zo dat er vrijwel geen verschil is tussen die beiden? Met vriendelijke groet, Freek. Ik drink gewoon kraanwater. Volgens mij is het kraanwater in Nederland in het algemeen van heel behoorlijke kwaliteit. Bij mijn weten maakt men zich wel zorgen over de lange termijn van de kwaliteit van het kraanwater. Maar dat heeft te maken met de problemen op de lange termijn van de watervoorziening in bredere zin. Maar ik denk dat het daadwerkelijke verschil, en hij bedoelt waarschijnlijk toch de eventuele gezondheidseffecten van Bar Le Duc of kraanwater in Utrecht, ja, die zijn verwaarloosbaar klein. Het is nou dat jij hier in de auto geen kraantje hebt met water uit Utrecht, waardoor ik water uit een blikje drink, omdat ik, als ik spreek, om de zoveel tijd een slokje moet nemen. Maar dat heeft met de kwaliteit van het water niks van doen. Ze zegt toch wel eens dat kraanwater, dat daardoor de kalk die erin zit, dat het goed is voor je botten? Zou best kunnen. Ja, god, je denkt natuurlijk altijd aan kraanwater in de Verenigde Staten, waar je vaak gewaarschuwd wordt. Denk erom. Drink het kraanwater hier niet, want dat is van abominabele kwaliteit. Vaak ruikt het of smaakt het of ronduit smerig. Ja, vandaar dat, ja, daar gebruik je dus geen kraanwater. Is dat in Boston ook zo? Bij mijn weten niet. Ik heb gewoon in het hotel en ook bij mijn familie doodgewoon een glaasje water gedronken. Zijn jullie eruit trouwens met de plannen voor de reis? Ja, we zijn er wel zo'n beetje uit, ja. Okay. Er was nog iemand die zei, die stuurde in, niet vertellen wanneer je gaat, want dat is voor inbrekers niet fijn. Of niet voor inbrekers juist wel fijn, maar niet goed. Mijn echtgenote blijft thuis, dus dat... Oké. Je kan op de alarmknop drukken. Je gaat in je eentje? Nee joh, met mijn zoon en dochter. Ah, kijk. Ja. Dat heb je ook verteld. Klopt, ja. Het is een familiereisje. Dan hebben we hier Mohammed, oorspronkelijk uit Syrië. Ik heb een vraag voor Maarten. Nederland produceert grote hoeveelheden voedsel en exporteert deze naar landen over de hele wereld. Als het doel van de overheid is om de stikstofuitstoot te verminderen door de voedselproductie te verminderen, dan zal dat voedsel waarschijnlijk elders in de wereld geproduceerd worden. Met andere woorden, de emissies verplaatsen zich slechts naar een ander deel van de wereld. Wat is dan het nut van dit beleid?
Nou, het nut van het beleid is dat je misschien iets minder hoeft te slepen met voedsel. Omdat natuurlijk onze dierenstand zo omvangrijk is. Dat we, kijk, die Nederlandse koeien, varkens enzovoort, kippen en zo verder, geiten. Die leven niet van gras uit Nederland. Die leven van soja uit Brazilië en uit alle mogelijke landen. Moet natuurlijk een omvangrijke export. En door onze dus geregelde omvangrijke import van voedsel is nodig om van die kippen dikke kippen te maken enzovoort enzovoort. Het is een beetje een onhandig systeem. Niet waar dat wij een gigantische export van voedsel hebben die eigenlijk gerelateerd is aan een gigantische import van voedsel. Dan kun je natuurlijk beter die kippen maar in Brazilië opkweken. Kunnen ze zo van de soja genieten die ze daar produceren. En hoeven wij die soja niet van Brazilië naar Nederland te slepen. Het is een beetje een raar complex systeem. Dan hebben we hier een vraag inderdaad over die film Oppenheimer van Henk en Annemieke Oosterhuis. Ze zijn naar die film gaan kijken. Wat ons erg leuk lijkt, schrijvers, is dat Maarten zou gaan kijken en daarna de film zou behandelen in de podcast. Het is een indrukwekkende film over een belangrijk onderwerp van onze geschiedenis, zeggen ze. Ja, ik wil er ooit wel eens naar gaan kijken, maar daarvoor ben ik niet bereid naar de bioscoop te gaan. Een bioscoopwezen, dat vind ik iets vreselijks. Dus dat kan niet. Dus ik moet tot die, wanneer denk je dat die gestreamd wordt? Waarschijnlijk volgend jaar toch ja, al? Ja, zoiets, precies. Of misschien die eind dit jaar. Ja, ja. Ik wil het echtpaar best beloven dat ik, zodra die gestreamd wordt, zal ik kijken. En dan wil ik er best een kwartiertje aan besteden, ja. Maar ik heb nu, denk ik, al deels mijn structurele kritiek geuit. In de zin dat je enorm op moet passen dat je Oppenheimer vereenzelvigt met het proces van de productie van de atoombom. Daarvan was hij een onderdeel. Een bekend onderdeel en door de tragiek van zijn ruzie met het Amerikaanse militaire en politieke apparaat een tragisch onderdeel, maar een onderdeel. Hmm. Niet de vader van de atoombom, niet de uitvinder van de atoombom, dat was hij allemaal niet. Dennis Metselaar, die zegt dat hij bijna elke dag onderweg naar zijn werk luistert. Vandaag vertelde Maarten over zijn favoriete steden in Amerika. Toevallig was ik vorige maand een weekje in Washington D.C. en ik was diep onder de indruk met het Witte Huis, het Capitool, Lincoln Memorial en vele andere imposante bouwwerken is het een lust voor het oog om door Washington te wandelen. Misschien is Maarten er al wel geweest, maar anders is het misschien een leuk alternatief voor zijn trip naar Boston, wat trouwens ook een prachtige stad is. Ja, ik ben vaak genoeg in Washington geweest, ja. Ik zei, maar dat moet echt een orde van tientallen keren zijn. Ja, alle musea. En even feit is dat als je in Washington moet je natuurlijk niet naar de achterbuurt gaan, maar Washington is een indrukwekkende stad, ja. Zeer de moeite waard. Vooral de Mol natuurlijk, vanwege al die concentratie van die monumenten. Lincoln Memorial, Jefferson Memorial enzovoort. Dat is allemaal zeer de moeite waard. Het Roosevelt Memorial, wat daarachter ligt, maar ook hartstikke leuk om eens te bezoeken. Ja. En alle musea, zegt hij, zijn prachtig. Prachtige musea, en zonder gratis, meer. Zegt hij. Gratis ja, dus het een sluit het ander niet uit. Boston, daar geldt dat ook voor. Alleen is Washington natuurlijk de hoofdstad van het land. Ja. Even kijken, meneer Van Rossum, graag uw stemadvies voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Oh. Ik ben een jonge dertiger van sociaal-democratische inslag en ook ben ik overtuigd federalist in de geest van Spinelli. Normaal stem ik D66 mede omdat ik het onderwijs werkzaam ben, hoewel ik sympathiseer met Volt. Ik zou vrijwillig nooit op de PvdA of GroenLinks stemmen. Maar nu wordt wellicht Frans Timmermans de lijsttrekker. Nou, dat is inmiddels dus ook al bekend. De heer Timmermans kan de Unie tenminste wel op waarde schatten. Wat moet ik stemmen? D66, Volt of op Timmermans? Dank voor uw inzicht. Ik beloof die en iedereen die dat eventueel graag zou willen weten, dat ik niet nu, maar in de aanloop naar de verkiezingen van, wanneer zal het worden, eind november of zo. 22 november hebben ze. Oh, het is al bekend. Ja, 22 november. Direct na mijn 80ste verjaardag, als ik dan nog leef, die is 24 oktober op de slotverrekening, zal ik zeggen wat ik ga stemmen. Maar ik wil daar nog wel een beetje over nadenken. Ik wil ook wel iets zien van de dynamiek van de campagne die we nu te zien krijgen. Ik hoop nog steeds dat toch de VVD ontmaskerd zal worden als een
wat mij betreft, tegen het nationaal belang inhandelende partij, niet waar, uit hoofden van eigen machtsbegeerte. Hier is Joep, die is groot fan, zegt hij, Maarten. Ik ben zeker fan van jouw kennis van de geschiedenis en de tegenwoordige tijd die je uitlegt. Hier mijn vraag. Ik zie een patroon terug in de Russische denk- en werkwijze hoe ze eerst Tsjernobyl aanpakten en nu de oorlog in Oekraïne. Hadden de Russen daaruit geen lessen kunnen trekken? Sommige historici zien Tsjernobyl als een oorzaak van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Ik ben benieuwd naar je mening. Ga vooral zo door met de podcast. Groet uit Amsterdam. Ja, of Tsjernobyl. Kijk, Gorbachev zat er natuurlijk toen nog. En al die klassieke defensiemechanismen van, laten we zeggen, de bolsjewistische politiestaten werken nog volop. Namelijk dat ze eerst altijd probeerden om het te ontkennen dat er iets gebeurd was, om het geheim te houden. En eigenlijk pas toen het metingen bleken in Zweden en elders in Europa, West-Europa, dat het plotseling een enorme verhoging van radioactief materiaal er was. Toen was duidelijk dat er iets zeer ernstig mis was gegaan. Ik heb ook altijd begrepen, ook uit die documentaire, of nou ja, dat is het, die gedramatiseerde documentaire, dat Gorbachev afhankelijk ook niet adequaat geïnformeerd is. En uiteindelijk heel verontwaardigd was over de wijze waarop de Sovjet-Unie het probleem had aangepakt. Dat überhaupt, het was een volkomen geschrift experiment. Nou, hoe dan ook, nee, de Sovjet-Unie is ten onder gegaan aan het wansucces van het, laten we zeggen, in bredere zin het maatschappelijke en het productiesysteem. Het feit dat het gewoon rammelde, dat het niet deed wat het moest doen. Ik heb altijd gezegd, als de Sovjet-Unie in staat was geweest om, laten we zeggen, op redelijk niveau consumptieartikelen voor redelijke prijzen te bieden, dan hadden ze nog gewoon bestaan. Maar ze konden niks. Dus deze linkje. Als je ooit achter het ijzeren gordijn bent geweest in de Koude Oorlogtijd, dan weet je wat een treurigheid het allemaal was. Mm. Dat ze niks konden. Allemaal rommel. Dus deze link die Joep legt, nee, die je niet. Nee, die op zichzelf is de reactie op Tsjernobyl karakteristiek voor de tekortkomingen van het systeem. Maar het systeem was kansloos in de overleving. Vorige week hebben we Martina Bezemer besproken. Die had die kritiek op die metafoor, hè, van Rutte is een moordenaar. En daar heb je toen op gereageerd. En zij stuurt nu nog één bericht. Met je metafoor heb je Rutte vergeleken met iemand die bewust een ander mens doodt. En daar is gelukkig geen sprake van. Die metafoor. Nee. Niet een ander mens doodt. Die in dit geval een kabinet doodt. Je kunt allerlei dingen doden. Je kunt een muis doden. Je kunt een mens doden. Je kunt ook een kabinet doden. Wij gebruiken de term doden, die gebruiken we op allerlei manieren. Het hoeft niet per se een mens te zijn. Kennelijk denkt zij dat doden alleen een mens betreft. Wat ze dan zegt als ze een muis doodt, weet ik ook niet precies, maar... Ik vind je metafoor schrijft ze verschrikkelijk onaardig en ik ben niet verliefd of zo. Ik ben niet verliefd op, ja, Rutte. Op Rutte dan, denk ik, ja. Nou goed. Het vorige kabinet Rutte is gestruikeld over de toeslagenaffaire. Waarom is dat nooit een onderwerp geweest in de verkiezingscampagne? Kan Maarten eens terugkijken op die verkiezingen, zegt Peter van Ginneken. Ja, we gingen die verkiezingen over nieuw leiderschap, toch? Ja, met Kaag. Uiteindelijk gingen die verkiezingen, en ook dat is toch ook de reden dat die kabinetsformatie zo achterlijk lang geduurd heeft, over het probleem of Rutte gecontinueerd kon worden na die twee moties, één van wantrouwen en één van afkeuring, naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Mm. Ja, elk normaal mens zou, vond ik toen en vind ik nu, dat gezien moeten hebben als een goede reden om afscheid te nemen. En hij zag het niet zo. En hij is doorgegaan en heeft tenslotte natuurlijk dat kabinet naar de kloten geholpen, wat daaruit voortgekomen is. Nogmaals, naar mijn idee, omdat de VVD en IMI niet langer zag zitten en een alternatieve strategie had bedacht. Waar hij over zelf, naar mijn overtuiging, ook het slachtoffer van is geworden. Denkt Maarten dat de bedreiging aan Kaag de belangrijkste reden is om te stoppen? Of vooral dat de halvering in de peilingen mee heeft gespeeld in haar keuze? Wil Kees weten? Nou, ik denk dat het bij Kaag een...
een heel algemeen gevoel van onbehagen is geweest. Daar spelen die bedreigingen natuurlijk een heel belangrijke rol in. Maar ik denk dat het hele politieke klimaat in Den Haag in zekere zin beschamend is. Mm. Onaangenaam, vol met verdachtmakingen, gaan ze maar doen. Even kijken, naar wie er beste Maarten. Een overdenking met een bijbehorende wens. In relatie tot de huidige politieke situatie in Nederland. Nederland is dé politiek zat en zeer ontevreden. De media buitelen over elkaar heen om dat vuurtje op te stoken. Wordt het niet eens tijd dat de Nederlandse bevolking ook de hand in eigen boezem steekt en medeverantwoordelijkheid neemt om problemen op te lossen in plaats van gehakt te maken van politici? Een groot gedeelte van de problemen wordt veroorzaakt door ons eigen gedrag, onze eigen wensen en het onvermogen om zelfs al in kleine kring, bijvoorbeeld in onze woonomgeving of op het werk, met elkaar tot goede oplossingen te komen. Bovendien, niet stemmen of 15 jaar VVD stemmen heeft tot de politiek van de afgelopen jaren geleid. Daar zijn we zelf debet aan, zegt Loes van den Ing. Ja, daar heeft ze wel een beetje gelijk in. Kijk, uiteindelijk is het dysfunctioneren van de Nederlandse politiek in de afgelopen jaren, en daar hebben we tal van voorbeelden natuurlijk van gegeven, dat is uiteindelijk het gevolg natuurlijk van het gedrag van de kiezers. Ja, de kiezers hebben de partij die, althans ideologisch en ook qua politieke leiding, direct verantwoordelijk was voor alle mogelijke hoogst ongelukkige ontwikkelingen. Nou ja, gaan we ze niet weer opnoemen, Groningen, de toeslagen, de belastingen, het rechtssysteem, gaan ze maar door. Men is gewoon op de VVD blijven stemmen. Idem dito, dus na die twee moties, hè, dat de Kamer heeft ook niet de moed gehad om hem weg te sturen toen. En de aanstaande, je weet dat Kaag toen zei van, ik weet niet, ik heb alles... We scheiden onze wegen. Ja, zoiets. En tenslotte heeft ze dus niet gestemd voor de motie van wantrouwen. Ja. Maar hoe zouden we meer verantwoordelijkheid kunnen nemen bij de verkiezingen? Door de kiezers zouden verstand gaan om zich te oriënteren op de ontwikkelingen in Nederland in de afgelopen 20 jaar en waar die vandaan komen. En ik denk dat een van de hoofdredenen is een ongelukkige ideologie ten aanzien van de relatie tussen overheid en samenleving. Waarbij de overheid steeds de verliezende partij was. Steeds gereorganiseerd moest worden, er moest steeds overal bezuinigd worden. En net dreigde dat een beetje te veranderen. En nu heeft de VVD besloten om uit machtspolitieke overwegingen een eind te maken aan het hele kabinet. Waardoor Nederland en de oplossing van deze problemen, waar die mevrouw ook naar verwijst, in feite alleen nog maar uitgesteld worden. Lucas uit Groningen. Hallo Maarten, ik luister naar de podcast 's ochtends om me wakker te houden, achter het stuur en 's avonds om in slaap te vallen. Heb ik Maarten vaker horen praten over het idee van linkse partijen samenvoegen om groter te zijn dan rechts. Ik heb me laten vertellen dat de Verenigde Staten nu met 2 grote partijen zit als gevolg van jarenlang deze tactiek. Klopt dit ook volgens Maarten? En zo ja, bent u niet bang dat dit in Nederland ook zal gebeuren? Nee, niet zo. Want nogmaals, het zijn 2 totaal politiek verschillende politieke systemen. De Verenigde Staten hebben... Naar mijn idee een aantal heel ongelukkige aspecten in hun politieke systeem zitten. Dat is dat het een districtenstelsel heeft gebaseerd op het principe winner takes all. Dat leidt altijd tot naar mijn idee eenzijdige en ongelukkige en feitelijk ondemocratische ontwikkelingen. Dan hebben ze dat wonderlijke systeem met dat electoraal college, wat er in de praktijk toe kan leiden dat ook mensen die met miljoenen winst landelijk zitten, uiteindelijk niet in het Witte Huis terechtkomen. En tenslotte hebben ze een functie die wij niet hebben, namelijk een apart gekozen president. Bij ons is simpelweg de minister-president meestal de leider van de grootste partij. Maar zelfs dat hoeft helemaal niet. Piet Heuvel was in de tijd niet de leider van de grootste partij. En hij is toch minister-president geworden, al was het niet bijster succesvol, maar goed, hij is het wel geworden. En zo'n president op zichzelf is een polariserende figuur in een samenleving of een politiek systeem wat al polariserend bezig is. Want dan is de... je hebt de keuze uiteindelijk altijd maar tussen 2 personen. Nou ja, je hebt een keuze tussen, want je weet er zijn
meestal een massa presidentiële kandidaten, maar ja, die scoren nooit meer dan een paar procent. Maarten, ik zou je willen aanbevelen om op de ChristenUnie te stemmen. Dat is naar mijn idee de enige partij waar fatsoen, eerlijkheid nog hoog in het vaandel staat. Ik ben zelf moslim, maar ga 100% stemmen voor de ChristenUnie. Hun christelijke waarden passen perfect bij sociaal-democratische waarden. Wat vind jij, Maarten? En kun je dit AIB en de luisteraars aanbevelen en misschien wel lijstduwer worden voor de ChristenUnie? Ja, dat zou doorgefourneerde atheïst als ik lijstduwer zou kunnen worden van het ChristenUnie. Nee, ik geloof niet dat zou toch een beetje hypocriet zijn, mijnerzijds. Ik ben het deels daar wel mee eens. Het is een fatsoenlijke partij. Het ontbreekt bij de ChristenUnie aan allerlei onaangename aspecten die je bij andere partijen wel ziet. Maar ja, het is een partij die toch wel zeer christelijk is, tot in de botten van de partij, zou ik maar zeggen. En daar sta ik helemaal niet achter. Ze hebben allerlei culturele wensen die de mijne niet zijn. Zoals? Nou ja, dat ze natuurlijk ten aanzien van allerlei moderne ontwikkelingen, dat zij, daar heb ik ook mijn twijfels vaak bij, maar ik zeg, laat het rustig gaan. Het is maatschappelijk niet schadelijk, maar zij zijn er tegen omdat onze lieve Heer er tegen zou zijn. Willen ze ook alle winkels dicht op zondag? Nou ja, bijvoorbeeld, terwijl ja, wat kan je dat schelen? Ten meer omdat ik ervan overtuigd ben dat het onze lieve Heer ook geen bal kan schelen. Maarten, ik wil graag uw mening horen over een interessante parallel die ik heb opgemerkt tussen de moord op Johannes de Wit in 1672 en de huidige tijd. Destijds speelde nepnieuws een belangrijke rol bij het aanwakkeren van woede onder het volk. Tegenwoordig hebben we te maken met sociale media waarop nepnieuws en complottheorieën wild verspreid zijn, wat ook tot veel boosheid kan leiden. Aangezien de geschiedenis vaak herhaalt, vraag ik me af of een soortgelijke moord zoals die op Johannes de Wit in 1672 vandaag de dag weer zou kunnen plaatsvinden, gezien de huidige ontevredenheid onder de bevolking. Wat is uw visie hierop? Vraagt Michelle Hamers. Nou, die moord natuurlijk op de gebroeders de Wit, dat was zeker een soort van complot, waar tot schande van Willem III ook Willem III bij betrokken was. Later koning van Engeland en toen natuurlijk de stadhouder van de Nederlandse gewesten, of althans van Holland in ieder geval. De AIVD heeft ook gewaarschuwd voor mogelijk geweld gezien het opinieklimaat in Nederland. Vooral geloof van loners, hè, van eenzame halve garen. Ik zie dat niet zo zitten. Ik zie veel eerder dat rondlopende psychopaten moorden plegen. We hebben nu in de afgelopen jaren toch met enige regelmaat idiote moorden gehad. Door mensen waarvan je dan, als je het in de krant leest, denkt, waarom zijn die in godsnaam niet opgesloten in een gekkenhuis? Hoe is het mogelijk dat zo'n figuur rondloopt? Want dan wordt, dan neem die man die schietpartij in die tram in Utrecht. Een lange, lange geschiedenis van criminaliteit, geweldsgebruik, zo gek als een deur, psychiatrische hulp, nou, gaan ze maar door. Daar zouden wij toch wel eens iets scherper naar moeten kijken, naar mijn idee. Maar dus politiek, wat je hoogstens kunt zien, is wat je naar mijn idee ook vaak ziet bij moordpartijen, dat die dan worden, gerechtvaardigd omdat wij de profeet beledigd hebben of zo. Maar het draait altijd om mensen die een lange geschiedenis hebben van geweldsgebruik en criminaliteit en die niet goeds niks zijn. Je nog wat maar dus als dat mensen, weet ik veel wie, prominente politici gaan vermoorden omdat ze boos zijn over de politieke gang van zaken, dat zie ik in Nederland niet 1, 2, 3 gebeuren. Beste Maarten, zou je wat kunnen vertellen over Paul Volcker, de president van de Fed tussen 1979 en 1987, ja. De periode waarin hij de inflatie van 13,5 naar 3,2% bracht? Ja, laten we zeggen dat Paul Volcker onderschat is en, god, hoe heet het, zijn opvolger ook weer natuurlijk, grenzeloos overschat is. Hoe heet het nou, de directeur van de Fed na Volcker? Zoek het even op, dan kunnen we daar toch iets over zeggen. Hoor dat natuurlijk te weten. Ik lees nog even dit voor en dan zoek ik dan even op. Zou zoiets nu nog mogelijk zijn, wil Tom Kraai, die de vraag stelt, weten vandaag de dag, omdat de politiek nu veel meer inspraak bij de Fed heeft dan toen. Zoek het even op.
Nou ja, kijk, die wacht nou even. We hebben nu ook wel inflatie, ook in Amerika is inflatie. Maar dat is inflatie eigenlijk die niet te vergelijken valt qua ernst met de inflatie toen ter tijd. Eind jaren 70, begin jaren 80. En bovendien, voor zover ik weet, is de huidige inflatie dalende. En nu is meer de vraag hoe het met de rentestand moet. Die zal nog wel iets omhoog gaan, denk ik eerlijk gezegd. Maar er is ja, de dramatiek van de Fed is nu een totaal andere dan toen. Die is van veel minder grote omvang. Alan Greenspan. Alan Greenspan, de meest overschatte directeur van de Fed ooit. Ik geloof dat hij nog leeft. Kijk eens, of is hij dood toch? Even kijken, 10 overlijden van Paul Volcker. Dat bericht zie ik op 10 december 2019 staan. En oh, hij is ook oud geworden dan. Ja. Benoemd door Jimmy Carter. Ja. Met de opdracht. Carter is een heel interessante politieke overgangsfiguur. Het is echt het begin van, laten we zeggen, de ruk naar rechts in Amerika is Carter en niet Ronald Reagan in allerlei opzichten. Greenspan, eens even kijken. 97 is hij. Kijk eens aan, hij is ongelooflijk werkelijk. 6 maart 1926 is hij geboren. Wie was er nou ook 97 geworden? Oh, Tony Bennett. Ja, maar die is overleden, hè? Ja, die is wel overleden, ja. Maar die is wel 97 geworden. Ja. En ja, dan denk je toch even aan die Kissinger, die een soort wonderlijk propje is geworden. Ja. En die, ja, je zag ook dat Xi Jinping er echt lol in had. Ja. Even kijken, wat hebben we hier dan nog? Beste Maarten, goed uit Oeganda. Ik luister met veel plezier. Kan je eens een podcast maken over de Nederlandse decolonisatie? Mijn moeder is geboren in Nederlands-Indië en vertelde altijd dat het na Japan, na het Japanenkamp, dat ze beschermd moest worden door de KNIL tegen de vrijheidsstrijders. De onafhankelijkheid van Suriname verdient ook geen schoonheidsprijs, lijkt me. Interessant onderwerp. Dat is waar. Decolonisatie is zelden zelden fraai. Dat loopt meestal uit de hand. En dan krijg je ook allerlei gewelddadigheden. Ja, die had je in Indonesië, had je dat ook. Ja, want daar is nu wel juist de laatste tijd enorm veel aandacht aan besteed. Aan ons pijnlijke decolonisatieproces. En dan nog denk ik, als we een veel grotere en machtige natie waren geweest, dat we dezelfde fouten hadden gemaakt als Frankrijk. Kijk, nu hebben de Amerikanen volgens mij bijvoorbeeld mensen zijn vouwens op met dat gekloot. Want die Indonesische revolutionairen zijn helemaal geen communisten, dus we hebben er geen problemen mee. En jullie moeten ophouden met die militaire acties. Ja, die wij trouwens politionele acties noemden. Hè? Een beetje Poetin in de Oekraïne. Ja, je geeft er gewoon een andere. Je noemt het is gewoon oorlog, maar je noemt het met iets anders. Je plakt er een ander etiketje op. Ja? Onderwerpen die ik nog in ieder geval heb bedacht voor de volgende keer, dat kan Trump nog zijn met dat artikel met zijn plannen voor. Zouden we aandacht aan kunnen besteden. En mijn impuls had zo weinig mogelijk aandacht aan Trump te besteden. Oké, dan moeten we het niet doen. Maar ik zal die lijst nog even. Ja, had me laatst zo'n hele lange lijst met mogelijke onderwerpen toegestuurd. Ja. De moord op Kennedy, die hebben we ook nog nooit gedaan, volgens mij uitgebreid. Nee? Nee, volgens mij niet, of wel? Moet ik even opzoeken. Hebben we wel een keer gedaan? Niet, volgens mij hebben. Ja, ik heb er al zo vaak iets over gezegd. Nou ja. Ook naar aanleiding van die ongelooflijk misleidende film JFK. Er zijn ook mensen die vragen, wil je iets over de complottheorieën vertellen die rondom die moord de ronde doen? Ja, maar dan voed je eigenlijk daarmee de complottheorieën. Ja, je kunt ze ook ontkrachten. Nou ja, ik heb dat al vaker gezegd. Hij is gewoon doodgeschoten door Lee Harvey Oswald. Ik heb op die plek gestaan en ik ben helemaal geen rood schutter, maar ik had het moeiteloos, had ik het klusje kunnen klaren. Het is, ja, schiet recht naar beneden, is over 70 meter en that's it. Met een geweer. Oké, dus dit heeft niet jouw eerste prioriteit, dit onderwerp? Nee, omdat ik al zo vaak heb gezegd, ik heb ook met allerlei mensen gediscussieerd over de moord op Kennedy. Ja, en het was altijd hetzelfde liedje dan. Zei ik wat ik nu heel kort heb gezegd. En zei ja, maar. En dan zei ik weer ja, maar dat is niet waarschijnlijk. En dan zei ze ja, maar. En tenslotte
bleek het altijd bij dit soort van mensen om te gaan om een mega, een titanische samenzwering van alle geheime diensten ter wereld. Ook de Nederlandse BVD was er direct bij betrokken. Iedereen wist het. Dat je denkt, kom op jongens, dat is... Kijk, ook complottheorieën hebben hetzelfde verschijnsel als revoluties, namelijk dat ze ontsporen. Juist omdat ze hun grip op de realiteit eigenlijk verliezen of nooit gehad hebben, is er een soort oneindige mogelijkheid voor verdere complexe ontwikkelingen. En de geschiedenis van Taiwan, is dat nog een idee? Taiwan, ja. Ik ga erover denken. De geschiedenis van de Nederlanden wordt ook nog genoemd. Van Nederland? Ja. Ja, maar dan moet ik nu beginnen. Dan moet ik beginnen voor de 80-jarige oorlog. Ja, doe je het in delen? In delen, dan moet ik het over denken. Ja, dan zit je ook al heel snel met het probleem natuurlijk dat je weet dat er in Nederland tal van mensen zijn die er een stuk meer vanaf weten dan jij er vanaf weet. Ja, maar goed, jij bent historicus. Ah ja, maar dit is een beetje... Dat je daar gebeld wordt. Ja, je spreekt met Pietersen. Ik ben lid van de culturele vereniging in Enkhuizen. En het leek ons zo leuk als u een lezing zou komen houden over de late 14e eeuw. En als ik dat zei, dan weet ik helemaal geen reet van de late 14e eeuw. Dan zijn ze al bitter teleurgesteld. Omdat ze een wonderlijke gedachte hebben dat ik overal fantastisch over geïnformeerd ben. Nee, ja, voor die dingen waar je sowieso wel iets van af weet. Bijvoorbeeld de moord op Kennedy. Maar ja, dan vertel ik iets wat ik al 100 keer verteld heb. Oké. Nog een ander idee wat voorgedragen was. We hebben natuurlijk een keer de minister-presidenten gedaan. We hebben de Amerikaanse presidenten gedaan. De Duitse bondskanselier. Ja. Wil je nog een keer iets over de Russische tsaren vertellen? Nou, de tsaren, dan kunnen we ons beter beperken natuurlijk laten we zeggen... De eindeloze reeks van Russische leiders. Ja. Sinds het begin van de sinds Lenin. Ja, dat is misschien leuk. Uiteindelijk geëindigd in totale incompetentie. Dan moet je ze allemaal bespreken, hè? Stap voor stap. Dat hebben we toen ook gedaan. Ja, nou, ik had laatst dat boek besteld van die meneer Zubok. Die heeft onlangs van 3 boeken geschreven die eigenlijk allemaal het eind van de Sovjet-Unie... behandelen. Wat moet ik nog lezen? Ik ga er even over nadenken. Okay, dat is goed. Ik wil ook wel weer eens een schilderij doen. Oh, ja, maar was het maar om de mensen te irriteren. Ja, we moeten weer een keer een schilderij doen. Ja. Iets cultureels. Hè? Ja, okay. Net als Jinek. Ja, net als Jinek. Dat je denkt, dat is wel mooi geweest. Hè, met die talkshows. We gaan gewoon een schilderij doen. Ja. Oké. Okay. Ik wil ook nog wel. Dat vond ik zelf. Ik heb natuurlijk in de afgelopen weken heb ik mijn jeugdherinneringen op papier gezet. Oh, dat is ook leuk. Ja. Dan had ik ze natuurlijk niet allemaal uit de doeken doen. Dan hoeven de mensen het boekje ook niet meer te kopen. Maar ik wil wel, wat zet je daar nou wel in en wat zet je daar nou niet in? Ja, dat is ook leuk. Wat kun je eigenlijk precies herinneren? En bouw je niet geleidelijk aan een soort van herinneringsconstructie die op zichzelf wel hecht? Een beetje in deze richting. Leuk. Ik kan een kwartiertje toch wel even over praten. Zeker, lijkt me interessant. Wat me dus net opviel, het werd natuurlijk donker door de regen, die lamp ging aan. Toen dacht ik, het is natuurlijk, er zit iets op dat die automatisch aangaat. Die ja, alles gaat er automatisch aan. Oh ja? Vooral het alarm gaat automatisch aan. Oh, dat meen je niet. Ja, ze hebben natuurlijk dat huis, dat is feitelijk een nieuw huis achter een oude muur, om zo maar te zeggen. En ze hebben natuurlijk ook zich laten verleiden om zo'n alarm in te bouwen. Ja. En je weet, niets is rampzaliger dan een alarm. Die dingen gaan voortdurend af. Ja. En als er dus een muis een scheet laat, dan gaat dat alarm af. En heb jij daar last van? Ja, het duurt vaak uren voordat het uitgaat. Ja. En dan komt de DHL weer. Ja. Met muziek aan. Dat je toch de hele dag luistert naar die... Zulke gruwelijke muziek dat. Hij komt misschien wel bij jou een pakketje. Ja, waarschijnlijk wel. Oh nee, bij de buren. Die niet thuis zijn, die zijn in Italië. Ah, kijk. Dus dat gaat niet gebeuren. Hij kan daar bellen tot hij non zweegt, maar die doen niet open. Ja, ik ga me er ook niet tegenaan bemoeien. Misschien wil hij het aan de overkant wel afgeven of zo.
waarom je dingen bestelt terwijl je in Italië bent, begrijp ik ook niet natuurlijk, maar goed. Het is toch verschrikkelijk, er is toch helemaal geen muziek, of zie ik dat nou fout? Is dat een eenzijdige visie? Ja, je moet ervan houden, van dit genre. Er zit ook al zo'n wonderlijke agressieve ondertoon in die hiphopperij. Ja. Nou ja, het is, ja, ik denk dat typisch een ouderdomsverschijnsel is. Mensen zijn toch gekoppeld eigenlijk aan de muziek die ze in hun jonge jaren leuk vonden. Ja. Voor mij is dat natuurlijk de popmuziek van de jaren. Kijk, heeft hij in een brievenbus gegooid. En dan komt er gewoon een punt dat je die jeugdmuziek echt helemaal niks vond. Dat had ik bij mijn kinderen al hoor. En die zeiden altijd, pa, je begrijpt er echt niks van. Ja. Gaat het pakketje dus weer mee terug? Moet hij weer een keer terugkomen? Ja, dat is het probleem. Ja. Dan had hij het pakketje. Ja, het beste kun je natuurlijk. Ik denk ook wel eens, ik bestel 3 boeken, maar denk, nee, doe ik niet. Want dan krijg je een groot pakket, dat kan niet door de brievenbus. Oh ja. Dus je kan veel beter één boek bestellen, want dat kan door de brievenbus. Ja, zo is het. Dus dan heb je nooit dat probleem. Ja. Oké, okay. Nou, dan gaan we de volgende week door. Ja, ik zal al die suggesties even overdenken. Ja, met dus met die Russen of het schilderij. Ja, er is stof genoeg. Het is niet zo dat je denkt, oh jee. Dan zal ik het nu eens over hebben. Maar je ziet, bij de Franse Revolutie moest ik toch wel even kijken. Hoe zat het ook alweer? Ja, dat snap ik wel, ja. En dan, ten eerste ga je dan heel snel, kom je, denk, oh ja, dat is waar, zus of zo. Maar dan tenslotte denk je, ja, wacht nog even, het is een stief kwartiertje, of misschien 20 minuten. Dus ik moet eigenlijk toch, het moeten de hoofdlijnen zijn. Ik kan niet allerlei details gaan bemelden die wel misschien wel amusant zijn. Maar Er zijn natuurlijk altijd mensen die dan zeggen, waarom heeft Van Rossum dat ene punt niet genoemd? Ja, zeker. Maar dat is zo belangrijk. Maar vermoord hem in bad, hè, door Charlotte Corday, ook onthoofd daar niet van. Ja, dat zijn het, absoluut. Wat dat betreft, je kunt het... Ik heb zeker in het begin, toen ik iets in die media verscheen, dacht ik dat het mogelijk was om het iedereen naar de zin te maken. Door aan die beleefd te zijn en een beetje van dit en een beetje van dat. Maar daar ben ik eigenlijk voor een belangrijk gedeelte van teruggekomen. Het lukt je toch niet. Het aantal mensen wat ze, nou ja, net wat jij nou zegt. Hè. Hoe is het mogelijk dat de heer Van Rossum dit niet weet? Heeft hij dan niet dat beroemde boek gelezen van meneer Jansen? Niet waar? Daar speelt een rol in dat mensen het heerlijk vinden dat ze dan zelf vinden dat ze iets beter weten. Ja. Hè? Want ik heb dat al bij Oppenheimer. Dat ik denk, jongens, dit is toch de manier waarop dit in de publiciteit verwerkt wordt, is wel zo ingrijpend stomzinnig dat ik... Ja. Dat vind ik van, hoe is het mogelijk dat de kwaliteitskrant schrijft de uitvinder van de vader van de atoombom? Dat vind ik dan wel vrij stom, ja. Ja, of is dat dan de koppenmaker? Weet de redacteur wel beter? Dat weet je ook natuurlijk niet. Maar dat je het iedereen naar de zin kan maken, is een volstrekte illusie. Ja. Zeker wanneer je ook, dus zoals ik, nog een politiek profiel hebt. Dan ben je echt een volledige klos. Je wilt links? Ja, een links profiel heb ik, ja. Ja. Terwijl dan met name, dat wat ik achteraf wel eens denk, ik heb nog veel te weinig kritiek gehad op de Republikeinen. Hè? Ik kreeg altijd kritiek op mijn kritiek op de Republikeinen. Was onrechtvaardig en ze waren niet erger dan de Democraten. Nou ja, allemaal dat hele verhaal. En dat is gewoon onzin. Ja. Maar je hebt toch ook wel eens vaker kritiek gehad omdat je commentator was bij Amerikaanse gebeurtenissen. En dan had je commentaar op de mensen en wat ze aan hadden en hoe ze eruit zagen. En dan kwamen daar toch klachten over en dat jij door toespraak heen sprak. Oh, dat weet ik niet eigenlijk. Ja, is toch dat bekende fragment van die Amerikaanse gebeurtenis. Was de inauguratie van
bekend. Oh, de oude Bosch. Ja. Ja, dat ik zei met die... een dood vogeltje of zoiets. Ja, mevrouw Regen. Ja. Maar hoe kwam dat? Omdat Charles Roenhuizen, die toen correspondent was, die zei, oh, daar is mevrouw Regen. Wat ziet zij er koninklijk uit? Nee, koninklijk uit. Ik bedoel, ik kan ook nou ooit van mijn leven een slachtoffer van plastische chirurgie heb gezien, dan is het wel deze koninklijke vrouw. Ja, met die wonderlijke figuur daarnaast, namelijk Ronald Reagan. Sowieso een onverklaarbaar soort van ja, effectieve onnozelaar. Het is heel lastig uit te leggen. Maar was je je bewust van dat de microfoon er aan stond toen je dat zei? Ja, zeker. Ja, volledig. Het was bewust ook verteld. Ja, en natuurlijk ook die weet je nou, die preek van Iban. Ja, verschrikkelijk. Mijn geheugen laat me toch op essentiële momenten toch in de steek. Vooral van die namen waarvan je weet wie het zijn, maar je kunt er toch niet op komen. Ja, dat zei ik. Ik vond dat die man sprekend leek op Boris Karloff. Kijk, dat kan mijn namen weer wel. Hè? Dominee, niet dominee, geen daad, maar... Ja, dat vond ik. Dus ik zei, god, hij lijkt sprekers op... ja, god, je zit daar. Je moet daar anderhalf uur vol lullen. Ik had me niet gerealiseerd dat het aan het eind van de middag was. En dat veel mensen zaten geloof ik te wachten op een van de EO-jongerenprogramma. Dus ja, dat hakte er wel in, moet ik zeggen. Ja, ja ik moet zeggen, heb jij dat niet als je thuis voor de tv zit? Die paar keer dat ik naar tv kijk, dat je ook gaat denken, was je die luider gaan uit? Of van een, waar is dit nou toch goed voor? Of dat ik tegen mijn vrouw zeg, van, is dit voor een idioot programma? Wie heeft dit in godsnaam? Ja, dat doe ik wel, ja. Ik begrijp vaak niks van tv-formules. En dat de helft van het programma bestaat uit datingshows. Dat is toch volkomen idioot, of niet? Dat is heel populair inderdaad, ja. Ik zag dat nu die Tina Nijkamp, dat is die tv-professor, dat die vreest dat een datingprogramma bij RTL, dat wel eens de kijkcijfers van de slimste kan doen dalen. Oh, nou, we zullen het zien. Ja, het zou me niet verbazen. Ik bedoel, er is altijd weer een nieuw niveau van stomzinnigheid denkbaar. Dat is absoluut waar. We zullen het zien. Ik ben er erg benieuwd naar. Tot nu toe hebben we daar nooit last van gehad. Want hoe heet dat? Hoe heet die datingshow? B&B voor liefde. Volgens mij heeft dat helemaal niet zulke spectaculaire kijkcijfers. Ja, kennelijk als er geen andere concurrentie is. Maar bij mijn weten is dat nou niet miljoen, één... Een miljoen, zei ze. Oh, dat valt toch wel mee? Ja, jullie hebben ruim 2 miljoen. Ja, succesvol ben je als je in Nederland tussen de 1,5 en 3 miljoen kijkers hebt. En want dat is dan een uitzonderlijk natuurlijk. Maar god, je weet dat Wumies Bouwman in de tijd dat alleen Nederland 1 en 2 hadden, moeiteloos 6 miljoen kijkers trok. Ja, maar dat was natuurlijk wel een andere tijd. Ja, maar ik wil maar zeggen, dat is nog eens tv-succes. Maar tegenwoordig met alle andere schermen is 1 miljoen toch best veel. Ja, zeker. Maar ik wil maar zeggen, en je hebt natuurlijk nog wel voetbalwedstrijden die ook, als het echt belangrijk is, die toch wel hele grote kijkcijfers hebben. Ja. En bovendien, ja, ik moet zeggen, ik lig er niet wakker van. Ik zie sowieso, wat ik voor de televisie doe, heeft een eindig karakter, zoiets wel duidelijk. Hoewel, ik zag toch die kissen zitten en ik dacht van, ik moet toch eens gaan onderhandelen over een lange termijn contract. 100, hij is 100. En nog goed bij de tijd. Ik vond dat hij vooral de laatste tijd verstandig uit de hoek kwam. Ja. Eerlijk gezegd. Je zag ook wel een soort van respect vanuit Xi. Xi was gewoon vrolijk gestemd. Als je tenminste, ja, ik interpreteer een foto, maar je had echt het gevoel, die Xi, die denkt, oh wat leuk, die oude baas erbij en zo. Ja, dat was wel duidelijk, ja. Dus nee, nu, misschien opent zich toch, want ja, ik word maar 80, dus daar heb ik nog 20 jaar te gaan in principe. Ja. He? Zou ik ook zo geleidelijk aan zo raar in elkaar krimpen, denk je? Je wordt wel, als je ouder wordt, schijn je wat te krimpen, ja. Ja, dat schijnt zo te zijn. Maar ik ben nog niet, tenminste volgens de paspoortverstrekkers ben ik nog niet gekrompen. Dus waarschijnlijk wel, ze hebben denk ik niet goed gemeten, maar goed, dat is nou weer wat anders.
Maar ik zie toch nu die foto van Kissinger, die heeft mij veel goed gedaan. Dat kan me voorstellen, ja. Ja. 100 jaar oud en daar in Peking, je begrijpt, met alle poerpaleis erbij en speciaal waarschijnlijk met een particulier vliegtuig aangekomen. Ja, ik moet mij, ik ga hierover nadenken. Oké. Hartstikke goed. De ware ouderdom. Ja. Oké, hoe laat is het nu? 4 uur volgens mij geweest. Oh ja, dat heb ik toch prima voorspeld. In ieder geval 5 al. Oh, wacht even. Dat gaat snel. We zijn ontspoord. Ja, ik zie het ook aan dat batterijlampje dat bijna op is.